Nog 40 nummers te gaan en dan weet je welke game volgens ons het allerbeste gaat worden in 2010. Wordt het dezelfde titel als vorig jaar, Heavy Rain? Of gaat een andere titel met de eer strijken? In deze derde aflevering zie je in ieder geval de games die het niet zijn geworden, maar nog steeds het wachten waard zijn. Hier komen de nummers 40 tot en met 26. Op 40 staat de opvolger van één van de betere horrorgames van de afgelopen jaren, Dead Space 2. Nummer 39 is voor de tactische actiegame van Ninja Theory, Enslaved. En op 38 vinden we de allernieuwste Medal of Honor. Medal of Honor is een superbelangrijke serie geweest. En toen opeens echt een neerwaartse spiraal, was helemaal niks meer van over. En dan komt EA opeens met dit, een hele, hele vette trailer. Natuurlijk, het is Modern Warfare. Het doet ook echt onwijs denken aan de laatste Call of Duty's. Maar dat maakt helemaal niks uit als die game op zich maar goed is. Met de multiplayer, ook daarmee is dat helemaal goed komen. Wordt gemaakt door DICE. Dus ik denk dat het echt een topgame kan worden. Daarom 38 een hele mooie plek. It's there, beneath the stench of this place. You can sense it. Op 37 staat Darksiders, een van de eerste titels die in 2010 het levenslicht zal zien. Het spel combineert elementen van God of War en The Legend of Zelda. Je speelt met War, een van de vier ruiters van de apocalypse. Hij raakt betrokken in een complot waardoor het einde der tijden per ongeluk vroeger begint dan de bedoeling is. Al vechtend met engelen en demonen, probeert War uit te zoeken wie hier verantwoordelijk voor is. De gevechten van Darksiders zijn geïnspireerd op Devil May Cry en God of War en beloven bloederige taferelen. Tegelijkertijd kun je vrij rondlopen door de spelomgeving en net als in Zelda kerkers verkennen waar je bijvoorbeeld nieuwe wapens vindt. Dankzij striptekenaar Joe Mad heeft Darksiders bovendien een aparte stijl meegekregen. Darksiders belooft maar liefst 25 uur aan gameplay, maar zeker in dit genre is het maar de vraag of de game al die uurtjes kan blijven boeien. Op dat antwoord hoeven we niet lang te wachten. 8 januari ligt hij in de winkels. Plaats 36 is voor de epische rentree van Mickey Mouse in Gamesland met Epic Mickey. En de sequel van Lost Planet staat op 35. Een game die net als Darksiders veel weg heeft van God of War vinden we op 34. Daar staat Dante's Inferno. Plek 33 dit jaar is voor de Russische game Metro 2033. Metro 2033 staat heel gepast op 33. Dat is niet onterecht. We hebben het normaal gesproken niet zo heel erg op die Russische games. Maar dit zal toch een hele goede kunnen worden. De eerste beelden die zijn heel veelbelovend. We hebben hem al gezien, we hebben hem zelfs al gespeeld. Echt een gave game. Speelt zich af in Rusland, in Moskou. Daar is een nucleaire ramp gebeurd. Mensen die op dat moment in de metro zaten, die zijn veilig. Die zijn niet gedood. Dus zij moeten echt in die gangenstelsels leven. Je komt ook af en toe boven de grond, gasmaskertje op. En zoals je gewend bent van dit soort rampen, zijn het natuurlijk allemaal mutanten om je hartstikke kapot te maken. De game is daardoor best wel naargeestig, heeft een naar sfeertje, ziet er heel erg goed uit. Dit zou wel eindelijk een hele goede game kunnen zijn die uit Rusland komt. UFC Undisputed 2010 is onze hoogst genoteerde vechtgame in deze lijst op plaats 32. Over Max Payne 3 zijn we nog niet helemaal uit en daarom staat deze populaire gameheld slechts op 31. LittleBigPlanet bewees wel dat gamers het erg leuk vinden om zelf hun eigen game in elkaar te zetten. Sony begrijpt dit maar al te goed en wil het trucje herhalen met Mod Nation Racers. En hoewel de game nog in mysterie gehuld is, weet de game met het kleine beetje dat we weten toch al best te overtuigen. Mod Nation Racers wordt namelijk een niet al te serieuze racer, waarin je zelf je eigen parcoursen kunt maken. Niks is ook te gek in de game. Je maakt een weg zo hoog of laag als je wilt en trekt hem heel simpel door naar waar je hem wilt hebben. Je kunt items neerleggen die je onder de race kunt gebruiken, zodat het een chaotische multiplayer game wordt à la Mario Kart. En wanneer je maar wilt, kun je het maken van je eigen parcours even laten voor wat het is en op de baan vallen om daar je eigen baan uit te proberen. Ongekende creatieve vrijheid dus. Op de 29e plaats vinden we Napoleon Total War. De Total War-serie staat al jaren bekend als hoogstaande real-time strategy en PC-gamers kunnen dan ook weer helemaal losgaan met dit nieuwe deel. In Napoleon zit deze keer een drop-in speeloptie. Zo is het mogelijk om tijdens het spelen van de singleplayer een andere speler uit te nodigen die de rol van de computer overneemt. Dat maakt de game een stuk levendiger en verrassender. Daarnaast moet de nieuwe kunstmatige intelligentie het allemaal een stuk pittiger maken. Zo maakt de vijand meer gebruik van rook en natuurlijke beschutting. Maar bovenal is deze nieuwe Total War natuurlijk weer een game waar je je heerlijk in kan verliezen.
De grootschalige gevechten waar de serie om bekend staat, zorgen er in ieder geval voor dat we rijkhalsend uitkijken naar Napoleon. Guild Wars werd gelanceerd in 2005 en moest het meteen opnemen tegen die andere grote MMO, World of Warcraft. Ondanks de stevige concurrentie is de game inmiddels toch bij miljoenen gamers bekend. Het vervolg is dan ook meer dan welkom. In Guild Wars 2 bundelen de vijf rassen hun krachten om een slechte draak met een leger aan levende doden te stoppen. Grafisch is het er allemaal flink op vooruit gegaan. Eindelijk zijn alle omgevingen echt in 3D. Het is wel jammer dat je niet je karakter uit de eerste Guild Wars mee kunt nemen naar de nieuwe game. Maar het grootste voordeel van deel 1 is er nog steeds: geen maandelijkse kosten. Zo zien we het graag. A nation without a military. The people must turn to an army without a government. Those who would give rise to outer heaven. Plaats 27 is voor niemand minder dan Naked Snake in Metal Gear Solid Peace Walker voor de PSP. Het spel speelt zich na Metal Gear Solid 3 Snake Eater af en situeert zich in de jaren 70. Snake infiltreert weer van alles en nog wat en het gaafste is, hij doet dit niet alleen. Peace Walker is gemaakt met coöperatieve gameplay in het achterhoofd. Maar liefst 4 spelers kunnen via wifi tegelijk met elkaar spelen. Iedereen heeft zijn eigen vaardigheden en door goed samen te werken ben je op je best. Grafisch is Metal Gear Solid Peace Walker van een ongeëvenaard niveau. Zo mooi zag een PSP-game er nog nooit uit. De graphics, het verhaal, de gameplay en vooral het feit dat ontwikkelgod Hideo Kojima zelf aan het project meewerkt. Eigenlijk kan het nu al niet meer stuk met Metal Gear Solid Peace Walker. Split Second scheurt naar plaats 26. Het spel is een arcade racer met een nadruk op explosieve actie, waar menig Hollywood kaskraker jaloers op zou zijn. In 3, 2, 1. Neerstortende vliegtuigen, omvallende gebouwen, niets is te gek in deze game. Je werkt mee aan een reality-tv-serie waarin coureurs het tegen elkaar opnemen voor het geld en de roem. Tijdens de races vul je een meter waarmee je een flinke puinhoop aan kunt richten. Zo kun je een vliegtuig laten neerstorten op de plek waar je concurrentie rijdt. En kan je concurrentie een gebouw laten instorten op je auto. Sommige ontploffingen zorgen niet alleen voor chaos op het circuit, maar veranderen het circuit in zijn geheel. Dit zou dus wel eens dé arcade-race-game van 2010 kunnen zijn. En wie weet stoot het Burnout wel van de troon. En dit waren alweer de nummers 40 tot en met 26. Morgen krijg je van ons de nummers 25 tot en met 11. Met daarbij eigenlijk alleen maar steengoede games. Welke dat zijn, dat zie je morgen in de vierde aflevering van de top 100 van meest veelbelovende games van 2010.